Als we kijken naar de maatregelen van de regering, dan zien we dat het gaat om losse maatregelen. En daar heb je niks aan, zegt Henk Ramnandenlau, ondervoorzitter van de PALU, in gesprek met onze nieuwsdienst. Volgens hem heeft de regering een keuze en staat ze niet met de rug tegen de muur. Ramnandenlau waarschuwt dat als de huidige devaluatie niet snel ondersteund wordt met meer verdiensten aan US-dollars, ook de nieuwe wisselkoers niet te houden zijn. Elke politicus de opdracht heeft om dit mooie land te herinrichten naar de belangen en behoeften van het Surinaamse volk, dat voor het grote deel, zeg maar rustig 99%, uit arbeiders en landbouwers bestaat. En zolang er politici zijn in dit land die dit niet begrijpen, zal de PALU het volk blijven voorlichten dat het niet alleen anders kan, maar ook gewoon anders moet. Suriname heeft de potentie om honderdduizenden schatrijk te maken. Het volk moet wel eerst begrijpen dat we dat niet gaan bereiken als we leiders in de regering plaatsen die continu ervoor kiezen om hun vrienden en familie voorrang te geven. Of leiders, als die in de oppositie zitten, alleen dingen doen om de andere politieke partijen die dan in de coalitie zitten, om die partijen het moeilijk te maken. Maar als ze vervolgens zelf in de coalitie komen te zitten, doen ze precies hetzelfde waar ze dan toen kritiek op hadden, toen ze dus in de oppositie zaten. De PALU vindt dat er een andere weg is om blijvende ontwikkeling in dit land op gang te brengen. De PALU-ondervoorzitter zegt verder dat het beloofde VHP-plan van herstel niet klaar lag, ondanks dat er tientallen deskundigen eraan gewerkt zouden hebben. Maar als we kijken naar de aangekondigde maatregelen van de regering, dan zien we dat het alleen maar gaat om losse maatregelen die vragen van het volk om in te leveren, maar we weten niet voor hoe lang. Maatregelen aan de solidariteitsheffing worden aangekondigd en dan weer vervolgens aangehouden. Of de minister van Financiën komt op de radio en zegt dat de devaluatie geen enkele gevolgen zal hebben voor de prijzen in de winkels, maar nauwelijks 12 uur later stijgen de benzineprijzen met 50%, die weer een kettingreactie gaan veroorzaken van prijsstijging in die samenleving. Als je al een plan had klaarliggen, dan zou je toch niet van dit soort grove misstappen maken. Maar ook als je alleen aangeeft met fiscale maatregelen boekhoudkundig de overheidsbegroting in evenwicht te brengen en daarmee alleen de economische stabiliteit te brengen, dan krijgen we de indruk dat kennelijk de regering te weinig begreep dat het ook omgaat om het meer verdienen van US-dollars als samenleving. Dus het gaat ook om dat we meer moeten gaan exporteren. En die maatregelen hebben we niet gezien in het pakket dat tot nu toe is gepresenteerd. Henk Ramnandenlau, ondervoorzitter van de PALU. Hij was in gesprek met onze nieuwsdienst over de door de regering getroffen maatregelen om de economie weer gezond te maken.